Ja, we kennen jou allemaal als cartoonist natuurlijk van onder andere in de Standaard Weekblad van Daniël. Je bent de uitvinder daarvan, het roze mannetje dat graag gehakt eet en naakt is. Ja. Daarvan kunnen de mensen jou kennen. Maar jij maakt nu ook voor Studio Brussel Petra, hè? Ja, dat klopt. Vertel eens, wie is Petra? Petra, jullie zouden dat beter moeten weten dan mij, maar Petra is een collega van jullie die vooral het onderhoud voorziet van het kopieerapparaat. En, ja, je maakt een heel fijne cartoon voor ons, hè? Maar beschrijf haar eens voor de mensen die Petra nog niet kennen. Ik ken haar zelf ook nog niet zo goed, maar Petra is volgens mij verdoken lesbische vrouw die eigenlijk in de zomer telkens een ticket krijgt voor de festivals, maar daar eigenlijk niet zoveel zin in heeft. En ze gaat daar toch naartoe om haar goed hart te laten zien. En op die manier probeert ze dan toch het beste van te maken, maar ze irriteert zich heel snel aan zaken. Ja. Zit er iets van Petra in jou, Matthias? Ik heb zo'n gevoel. Ben je hier graag? Ja. Is het, op wie is het gebaseerd? Ik zit graag een hele dag in een donkere kot. Ja. Ze weet het. Ja, maar Petra heeft ook een beetje hangtetjes, hè? Ja, maar ik niet. Maar heb je iets met hangtetjes? Nee. Nee, nee. Het is gewoon, het past wel. Ik had ze eerst met normale borsten getekend, maar... Ze was te sexy dan. Een van jullie collega's vond dat ze meer vrouwelijk moest worden. En dan heb ik ze iets groter gemaakt. Met alle gevolgen van die. Oh. Ja, kijk, maar wat heeft Petra al beleefd op Rock Werchter? Ze heeft gesprongen. Ze heeft gesprongen? Ja, ja, ja. Ik denk, de zoon van Bob Marley was hier. Ja, een van de 50 zonen. Ja, ze zag dan dat er een paar mensen aan het springen waren op die muziek in het midden. Ze heeft dat dan nagedaan. Oké, goed. Ze heeft ook een hotdog van Jeroen Meus gegeten. En is het daar bevallen? Dat ga je morgen zien. Ja, dus morgen moeten we allemaal de Facebook van Stubru in toog houden. Ja. Goed, ik ben heel benieuwd naar haar avonturen. Staat er nog iets op haar bucketlist? Come on, hè. Come on. Nee. Ik moet dat hier zelf ook nog uitvinden. Ik vind dat ze moet gaan crowdsurfen, echt waar. Als je op een festival bent, moet je crowdsurfen. Je moet liters bier drinken. Je moet ook je tetten laten zien aan een artiest. Ja, dat gaan ze misschien ook doen. Dat gaan ze misschien ook doen, hè. Ik geef hier allemaal ideetjes, gratis en voor niks, hè. Ja, ja, ja. Laat Petra nog maar een beetje rocken hier op Rock Werchter. Oké. Goed. Allee, terug je kot in nu. Oké.